Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen als je s'avonds gaat slapen. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Live vanuit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. En ik heb hier naast mijn collega, actrice, comedienne, onlangs samen op het podium gestaan. Annelise! Merci. Anne, we hebben een titel gekregen. Mm-hmm. Er was eens een boekenwurm. Ja, we zitten dan ook in de bibliotheek uiteraard. Ja. Een boekenwurm, niet worm. Wurm met een maagsfeer. Goed. Hier gaan we dan. Er was eens een boekenwurm met een maagsfeer. Maar hij wist het niet. Nee. Hij wist het wel deze keer. En die zag verschrikkelijk af, omdat die had keiveel pijn. En, maar ja, hij kon niet naar de dokter, niet naar het ziekenhuis, want hij kon de bibliotheek waar hij woonde niet verlaten. Hij was zo verslaafd aan boeken. Elke dag las hij boeken. Van 's morgens tot 's avonds laat. Ja. En hij wou al die kennis niet verloren laten gaan door 15 minuten naar een dokter te moeten gaan. Ja, want hij brandde dan soms slechte boeken op en dan spoot hem die in. Om zo gelijk andere mensen heroïne pakken om te flippen. Pakte hij boeken? Pakte hij boeken in de spuit. Hij snoof ook assen van boeken. Hij snoof... Oh, dat was... En dat kon hij heel goed zien, want die is in de neus. Dat is altijd zwart. Maar zijn grootste probleem was dat hij een maagsfeer had. Ja, een maagsfeer. En hij had ook heel enorm grote ogen. Want hij las soms 3 boeken tegelijkertijd. En daar heb je grote ogen voor nodig, hè. Nu, op een dag kwam er een meisje naar de bibliotheek. Een heel mooi meisje was dat. Elisabeth. Ja. En die had wel een bochel. Ja, van voor was ze mooi. Langs achter was het naar de vaantjes. Maar zolang dat je ze van voor zag, dacht je van wauw, wat een schoon meisje. Ja, daardoor zagen ze haar een bochel niet. Hè. Maar hij wist dat in die bochel boeken zaten. En daarom werd hij smoorverliefd op haar achterkant. Aan de voorkant interesseerde hem voor geen meter. Nee. Het was een achterkant. Waar het de achterkant. Ja. De achterflap is ook het eerste dat je leest. Ja. En net zoals bij boeken, ja, begon hij kennis te maken met haar langs achterkant. Langs achter. Dat vond ze helemaal niet erg, want langs voor had ze genoeg te doen, omdat andere mensen... Deen alleen de voorkant. De voorkant, hè. En nog nooit had iemand haar een achterkant geaccepteerd, zoals onze boekenwurm. En zo ging zij toch emotioneel door de knieën en werd zij ook verliefd op hem. En hun romance duurde lang en was vurig. Maar de maagsfeer bleef aan hem vreten. Ja, en zij wist dat hij dat had, die maagsfeer. En ze wist de oplossing. Dus ze haalde uit haar een bochel, want er zaten veel boeken in. Uit haar een bochel haalde ze het grote medicijnboek. En toen pakte ze een vijzel. En ze gooide daar van alles in, hè? Ja, het recept was... Het was een oud recept dat uit de middeleeuwen stamde. Maar ze stampte met haar stamper, met een vijzel. Er zat van alles in. Medicijnenboek, hè? Planten, dierextracten van vreemde dieren. Ja. Chinese planten. Nazi-geuringplanten. Nazi-geuring. Dat is ook de reden dus waarom in Chinezen dan nog altijd verkocht worden. Ja, maar daarom heet dat in Nazi-geuring. In bij de Chinees kun je dat allemaal krijgen, ook met zwarte rijst. Ja. Dat zat er ook allemaal in. Ja. En zij stampte dat allemaal plat en ze zei, nu moet je gaan liggen. En hij ging liggen. Hij ging op zijn rug liggen. En zij pakte het smeersel en begon hem helemaal in te smeren. Helemaal in te smeren? Ja, helemaal. Wauw. Zijn voorkant, zijn achterkant. Hij was helemaal ingezwart. Alleen zijn ogen waren nog vrij om te kijken. Ja, want hij kon zijn ogen niet van haar afwenden. Zo, van haar achterkant natuurlijk. Hè. Dat was niet gemakkelijk. Ze was aan het insmeren en hij moest dan zo naar haar achterkant kijken.
Omdat hij daar ongelooflijk verliefd op was. Hè. Ze waren toch en hij zei ook van, lieve schat, dit is een eerste keer in mijn leven dat ik een half uur, zo lang lachen we al, een half uur geen een boek heb gelezen. Een eerste keer in mijn leven dat ik zo lang niet gelezen heb. En daar heb jij voor gezorgd. Oh ja, dat is... Dat zij zich nog niet gerealiseerd. En zij zei ook van, ja, nu dat we dat in hebben gesmeerd, gaan we nog een uurke moeten wachten. En hij wachtte een uurke en dat smeersel werd harder en harder. Een korst, een soort... Korst. Een soort onbreekbare korst. En toen veranderde die korst langzaamaan in een flap. Een voorpagina van een boek. Met gouden letters die bewogen. Dat was magisch, hè, Echeron? Ja, absoluut. En... Dat was magisch. Dat hadden we moeten zien. Ja. En twee dagen later had de transformatie zich helemaal voltrokken. Voltrokken. Ja. En zag je dat hij een boek was geworden. Een boek met alle kennis, alle woorden die hij ooit had gelezen, stonden nu in dit nieuwe boek. En ook een recept tegen maagzweren. Want daar was hem vanaf. Dus lagen ze constant op elkaar te rampen, tampen. Want samen vormden zij met haar een achterkaflap, hij met zijn voorflap, een boek. En ze leefden en stonden hier in... Ga straks maar kijken. Hier in de bibliotheek staat hem ergens. Nog lang en gelukkig. Ja. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je ooit iemand tegenkomt met een bochel en die wil de winst meer mee, ga lopen. Of kies ervoor om samen een boek te vormen. Oh, dat is keischoon. Slaap lekker. Dames en heren, Annelise.